Nou, dit belt kennen jullie misschien wel. Jullie zijn allemaal ongetwijfeld wel eens een keer op een festival geweest, toch? Nou, hierboven zie je gemiddeld groot festival. Boven zie je het terrein en daaronder zie je al die kleurenstippels. En dat zijn allemaal hele mooie tentjes die iedereen heeft neergezet voor het festival. En weet je hoe dat dan daarna eruit ziet? Iemand een idee? Heeft iemand het wel eens gezien? Toch? Nou, de beelden zijn verschrikkelijk. 1 op de 4 personen laat namelijk zijn tentje achter na het festival. En dat is niet omdat het tentje kapot is. Nou ja, ook, dat is ook waar. Omdat hij vies is, ook waar. Maar puur omdat ze gewoon lui zijn. Ze hebben gewoon geen zin om dat ding weer mee te nemen. Je kan hem zo goedkoop in de supermarkt tegenkopen. Nou, ik kwam deze foto ook tegen. En ik was echt heel erg gechoqueerd. Ik was nog nooit naar een festival geweest. En daar wou ik wat aan doen. Toen dacht ik, nou hé, ik ga kartonnen tenten maken. Want die kan je wel recyclen aan het einde. Dus prima, laten mensen die dingen achter. En dan zorg ik ervoor dat ze worden gerecycled. Nou, zo ziet het er hartstikke goed uit op zo'n foto, maar hoe kom je daar nou? Nou, het is allemaal begonnen toen ik op de TU Delft studeerde. Ik maakte daar voor Rijkswater een kartonnen strandhuis. Het was voor innovatieve strandbebouwing. Dat huis moest dan heel makkelijk op- en afgebroken worden. En ik was gewoon met dat karton bezig. En ik kwam die foto tegen. Ik denk, hé, dit is het. Ik ga kartonnen tenten maken. Nou, hoe begin je dan? Ik heb een 3D-modelletje, een rendertje gemaakt. Nou, het gaat er ongeveer zo uitzien. Naar heel 100 festivals gestuurd van dit is mijn plan, zo ga ik jullie probleem oplossen. Nou, van 1 festival kreeg ik niks terug, van de ander kreeg ik een foto van regen met een vraagteken in de titelbalk van heb je wel eens aan gedacht, regen? Gaat natuurlijk niet werken. Dus je moet het dan maar zelf gaan uitvoeren. Nou, je gaat fabrieken mailen van hey, ik wil kartonnen tenten maken. Zeg maar, ja, hoezo dan? Ja, ik heb echt een hele grote order binnen. Heineken, 100.000 stuks willen ze hebben. Maar kan je er eentje voor me maken, natuurlijk? Dus ik kreeg 16 van die dingen bij mij op de deurmat. In mijn studentenwoning nog in Delft. Van die hele grote pakketten. En wat doe je dan met die samples? Ja, die zet je onder je douche. Buiten in de tuin. En dan ga je naar je... Dat was samen met mijn compagnon. Nou, een paar uur laten draaien. En dan keken we naar elkaar. Ja, dit ziet er goed uit, die ene. En die doet het wel een paar uurtjes. Top. Naar die fabriek weer gebeld. Wat is het minimum aantal dat we moeten bestellen? 250 stuks. Oké, nou, is goed. Spaargeld bij elkaar. 250 stuks besteld. De boer bij mijn oom gebeld van, hey, kunnen ze bij jullie opstaan? Dus de eerste 205 tenten hebben bij de varkens gestaan. I'm sorry. Maar zo is het wel begonnen. Toen was het eerste festival als Madness, was op Ameland ergens. Busje van mijn oom geleend, tent achterin geschoven, daarheen gereden. Tegen iedereen verteld, jongens, die dingen die zijn waterdicht. 4 dagen, wij zetten ze voor je op. Komt helemaal goed. Wisten wij niet. Nou goed. In ieder geval, eerst festival was heel leuk. Dit is nog net voor de bui. Daarna zag ze iets anders uit. Maar het ging hartstikke goed eigenlijk. En wat leuk was, gaandeweg kwamen we achter dingen tegen. Mensen zeiden, ik was te laat voor het ontbijt. Want die tenten blijven donker en koel. Dus ik kon er lang in blijven slapen. 1. Volgende festival. Hebben we een mooie sponsor. Er zit eronder, ergens verborgen. We zeiden tegen de gemeente, weet je wat? We kunnen jullie logo er full color op bedrukken. Gewoon een houten frame uitgesneden, spijbus. En dan krijg je een logootje. En deze gast kwam langs en zei, nog veel mooier maken. Dus mensen vonden het leuk om die tent te betekenen. En wij konden een logo erop drukken. Of ze waren sponsmogelijkheden. Maar ook op festival zetten we gewoon tenten neer. Schreven erop, hey, wat vind jij er nou van? Wat denk jij, wat kunnen wij doen? Nou, je krijgt fantastische leuke commentaar. Andere commentaar. Hilarisch commentaar. Maar het houdt je wel gaande. Nou goed. En de ene ding wat we niet hadden verwacht was dit. 3 weken nadat we bezig waren, zegt de AD, deze gasten die hebben een waterdicht wegwerfverblijf ontwikkeld. Waterdicht? Wegwerfverblijf? Maar elk nadeel hebben ze voordeel. Want hierdoor kwamen wel echt enorme lift op. Want er kwamen ook partijen naar ons toe die zeiden, hey, we willen er eigenlijk wel veel meer hebben. Zo kwam de Rabobank die zei, doe er maar 250 stuks voor de eerstejaarsweekend in Delft. Tuurlijk, want daardoor konden we elke keer dat tentje weer verbeteren. Want het grapje is, die tentjes werden steeds anders elke keer. Omdat het karton is, kan je dat heel makkelijk aanpassen. Dus elke keer zeiden mensen, ja, de deurtje is heel klein. De deurtje weer even groot. Weer nieuwe tentjes. En hoe vind je het nu? Ja, een stuk beter. Oké, top. En zo zijn we gaandeweg een beetje verder gegaan. Maar ja, het is ook Nederland. Het weer is niet constant en het weer wordt soms heel erg. Dit was in 2015. Dus stuurde mijn manen mij toe van, en hoe gaat het daar? Het was op een festival in op Vlieland ergens. En het regende bakken en bakken en bakken. Maar die tenten die hielden het. Maar we hadden wel allemaal duct tape en zeil meegenomen. Want je weet maar nooit, weet je wel. Je hebt die mensen toch iets beloofd. Maar het ging eigenlijk best wel goed. Best leuk. We hadden daar een stuk of 25 tentjes. En iedereen had het over die tentjes. Toen kwam die bui en is 1 tentje is net niet lekker gegaan. Die had iemand boven op de heuvel gezet. Was leuk voor het uitzicht, maar niet leuk voor de wind en voor ons.
Dus die deed het niet. Maar ja, naast dat ene kartonnen tentje waren er ook honderden van dit soort tenten. Dus wij waren wel meteen uitverkocht, want ja, iedereen had weer een tentje nodig. Maar ja, op dat festival gaat het natuurlijk dan maar over één tentje, namelijk die ene kartonnen die het niet hield. Nou, zo is de wereld ook in elkaar en daar leer je ook van. Dus je houdt je elke keer bezig om dat tentje steeds beter te maken. Maar ja, waar deden we nou ook weer voor? We deden het voor dat al die tentjes erachter blijven. Dat wilden we tegengaan, we wilden dat circulair maken. En eigenlijk het grapje is, mensen kopen dus dat tentje omdat het ding zo goedkoop is in de supermarkt. Maar dat kunnen wij natuurlijk ook. En daar, toen kwam Jupiler gelukkig naar ons toe. Die zei, nou, we vinden het een fantastisch idee, we gaan jullie sponsoren. We willen onze bedrukking erop en geven korting aan die bezoeker. Dus zij konden toen een 2-persoons kartent aanbieden voor €15 doordat Jupiler erop stond. Nou, toen hadden we inmiddels wel een digitale print, want dit kan ik niet met een spuitbus. Maar... nou, zo is dat steeds weer gaan lopen. En toen kwamen dus we zijn steeds meer aan het model gaan sleutelen, maar wel in ons achterhoofd houden, waar doen we het nou voor? Nou goed, we zijn nu inmiddels 2 jaar bezig. We zijn klaar voor het volgende seizoen. We zitten in bijna 25 landen op dit moment, met allemaal distributeurs en partners die dat allemaal voor ons uitvoeren. Nou ja, dit was de kroon op het einde van het seizoen. Dus staat naast Typhoon, staat er iets met kartonnen tenten en festivals. Hartstikke cool. Nou, het tentje is inmiddels al een stukje groter geworden, iets slimmer in elkaar gezet. We zijn echt bezig met, oké, hoe kunnen we sneller opzetten, zodat we dit en dit kunnen doen? Hoe kan de printen beter en zo? Maar we zijn ook andere producten aan het maken, want ik heb heel veel e-mails van moeders gekregen van, mag ik eens een tentje voor thuis voor mijn kids? PostNL zei, die nemen we niet mee. Maar dus hebben we een kleine ontworpen die dat wel doet, de junior tent. Dus kijk op de website, hij is beschikbaar.